David Mendes da Silva, jullie nemen een puntje mee uit Alkmaar. Wat zijn jouw gevoelens na dat resultaat? Ja, goed gevoel natuurlijk. Je weet dat het altijd moeilijk wordt hier zo. Dus met een punt, daar teken je voor, vooraf natuurlijk. Ja. Je zegt, je weet dat het moeilijk wordt hier in Alkmaar. Daar bleek met name in de eerste helft eigenlijk niet zo heel veel van. Nee, klopt. We controleerden de wedstrijd. Verdedigend gaven we niks weg. En we creëerden zelf ook nog kansen. Dus ja, we hadden het goed onder controle. Ja. En dan sluit je die eerste helft af met een 0-0 gelijke stand. Jij ziet dat vanaf de bank. Is het gevoel dan bij jullie dat je jezelf misschien wel iets tekort doet met die 0-0 ruststand? Ja, misschien wel, denk ik. Ik denk als je wat scherper bent, dat je misschien een goal maakt, dan ga je met 1-0 naar binnen. Nu weet je dat de tweede helft moeilijker wordt. En dat bleek ook zo. De eerste kwartier hadden we het moeilijk. Maar we vochten ons goed terug na 20 minuten. Dus ik denk dat het een verdiende uitslag was. Ja. Die tegengoal valt redelijk snel na rust. Dat is wel even een flinke tegenvaller dan, hè? Ja, tuurlijk. Wat ik al zei, we wisten dat het tweede helft dat ze anders naar buiten zouden komen. Ja, en dan hoop je geen goal te krijgen bij vrije trappen, corners. Maar ja, je krijgt hem toch. En dan loop je eigenlijk weer achter de feiten. Maar hoe wij daarmee om zijn gegaan, dat is fantastisch. En dan maken jullie het heel spannend. En valt hij uiteindelijk net voor tijd via Pogba. Ja, mooi verhaal. Ja, zeker. Ik denk dat het een hele goede aanval was. En een goede voorzet. En dat zijn zijn sterke punten van Matthias. Ja, hij pakt hem op het hoogste punt en hij kopt hem zo erin. Dus ik denk ook dat het verdiend was. Dus we gaan met een heel fijn gevoel terug naar Rotterdam. Hoe is het voor jou, je valt dan in de tweede helft, hè, dat jouw rol op het veld ook steeds groter wordt? Steeds groter. Ik heb vandaag mocht ik invallen. En dan staan we 1-0 achter en dan hoop je gewoon op een goed resultaat. En je doet gewoon je stinkende best. En natuurlijk met mijn ervaring probeer ik mijn steentje bij te dragen. Ja, en vandaag is het goed gegaan, dus we zijn allemaal blij. Wel een lekker resultaat kan ik me voorstellen met de reeks in het achterhoofd. Na de winterstop begonnen met de nederlaag. Fijn om een resultaat te pakken. Ja, zeker weten. We zijn nu tweede helft van het seizoen. En dit is het eerste punt nu. En het kan een hele mooie week worden. Dus het is nu eigenlijk nog even genieten. Maar vanaf morgen is het naar Volendam toe werken en focussen. Want dat is de volgende wedstrijd. Dit is alweer verleden tijd, hè? Ja, ja. En dat is ook gelijk weer een hele mooie en belangrijke wedstrijd in de kwartfinale van de beker. Ja, heel belangrijk. Iedereen heeft natuurlijk over dat Volendam. Je kan het moeilijker treffen. Maar het gaat een hele zware wedstrijd worden. Dus we moeten ons vol focussen. En dan, als we doen wat we moeten doen, dan hoop ik op een goed resultaat. Hoe leeft dat bekeravontuur in de groep? Het gaat nu leven. We waren gefocust op AZ. Dus het gaat vanaf nu gaat het weer leven. Je werkt wedstrijd na wedstrijd. Maar je hebt voor het grijpen natuurlijk. Als je kwartfinale zit, dan moet je gewoon gas geven en gewoon doorgaan. Nu speel je uit bij Volendam. En er is een kans om daar te winnen eigenlijk. En daar gaan we ook voor. Tot slot, hoe was het voor jou om terug te keren bij een jouw welbekende club? Ja, fantastisch. Het is een hele warme club, AZ. Ik heb een mooie tijd hier beleefd, dus ik vind het heel fijn om mee terug te zijn. Ik kreeg ook een mooi welkom, dus een warm welkom. Dus dat is heel fijn natuurlijk. Daar was ik wel blij mee. Maar toch maar gewoon een puntje mee. Ja, ik ben een Spartaan en ik had een rood-witte shirt aan, gestreepte shirt. Dus je probeert de punten mee te nemen naar Rotterdam, ja.